Welkom terug weer bij het jongerenprogramma voor jongeren door jongeren. Dun Kater, kom later. In het eerste half uur heb je al een heleboel kunnen zien. Namelijk het petje op, petje afspel en nog veel meer. En ik wil je nu ook weer even oproepen om mee te twitteren. Vooral via hashtag DKKL en hashtag BaronieTV. Doe dat via je mobiele telefoon, je tablet, je computer. Maakt niet uit, maar laat ons weten wat je van ons vindt of wat je ook wil laten weten, doe dat vooral, want dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk om te horen van jou. Verder kun je nog steeds ook een filmpje insturen voor de BaroTube. En inmiddels gaan wij naar het podium, denk ik. Want daar staat onze vereniging weer klaar om een spel te gaan spelen. En niet zomaar een spel, het spelspel. En dat spelspel dat wordt gespeeld door de verenigingen. En de verenigingen moeten daar allerlei woorden gaan spellen. Dus ik zou zeggen, over naar het podium, naar Mitch Kerstens. Ja, we zijn inmiddels op het podium aangekomen. Raymond, bedankt. We gaan het spel spelen. Ik denk dat dit wel voor jullie het leukste spel zou zijn. Want ja, die vragen waren toch best wel makkelijk, zoals je merkte. We gaan het spel spelen. De vereniging van Baronie TV en Co, zal ik het zomaar noemen, krijgen Nederlandse woorden van mij. En die moeten dat gaan vertalen naar het Baronies en het Brabants. En ik moet naar camera 3 horen, ik in mijn hoortje. Ja, het is heel makkelijk. Bij elke woord kunnen jullie 1 punt verdienen. En jullie krijgen van mij wit papier met een zwarte stift. En daar moeten jullie het volledig correct spellen. Aan wie mag ik het papier gaan overhandigen? Zal deze bloedmooie vrouw gaan geven? Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Het eerste woord is wel makkelijk. Aap. Hoe spel je dat in het Brabants? Is dat jullie antwoord? Aap. A-O-P. Raymond, is dat antwoord goed die hun gegeven hebben? Ik zal het zo vertellen, Mitch. Maar ik wil eerst nog even vertellen waar we het voor doen. Voor deze geweldige kater natuurlijk. En natuurlijk voor die ereplek. Ja, ja, we doen het wel ergens voor. En natuurlijk voor die eeuwige roem. En dat je weer dinsdag nog even terug mag komen in de studio. Jullie moesten het woord spellen aap. En het staat hier. Het is A-O-P. Yeah! En niet, het staat niet alleen hier. Maar we gaan terug naar de aap, Mitch. Ja, Raymond, zeg jij maar niet al te veel. Juist spreek ik na de uitzending. Nou, eerlijk, het volgende woord is Raymond een aardappel. Eerdappel. Het was heel spannend, hoor. Ik heb een geweldig team, echt. Hoe gaan we spellen? Aardappel. Ja, ze zijn druk aan het schrijven, jongens. Schrijf even lekker door. Zo, anders is het veel te makkelijk natuurlijk. Niet te veel twijfelen, dan maak je de meeste fouten. Als ik zo mee ga kijken, ze zijn toch aan het discussiëren of het nou goed is. Goed team, hoor. We hebben... Ik geef je nog 5 seconden. Er is heel veel twijfel om te zien, maar ik zal het goede antwoord laten zien. Hetgeen dat Mitch in zijn hoofd heeft zitten, een erpel. En dan mag Mitch even vertellen of ze het goed hebben gedaan. Het is fout gespeld, jongens. Het antwoord helaas is niet goed. Het was erpel. E-R-P-E-L. Ja. Klopt dat, Raymond? Het was erpel, maar ze hebben het fout gedaan, dus geen punten. Het volgende woord, adem. Een asem. 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 Raymond, hebben hun het antwoord goed, Baronie en Co? Ja, het gaat om het woord wat Mitch niet meer heeft na een half glaasje bier. Asem. En het is fout gespeld. Asem. Nou, dit heeft Raymond. Dat is een heel mooi woord. Armoede. Ermoei. Hoe gaan we dat spellen? Armoede. Ja, zijn jullie klaar? Ermoei. Ja, je moest dus het woord armoede spellen. En het gaat
om het woord wat je als eerste denkt als je mitse kleding van vandaag ziet. Ermoei en het is fout gespeld. Moeilijk. Maar we kunnen het goed zeggen. Jullie kunnen het heel goed zeggen. Het volgende woord. Raymond die was arm, maar die heeft dus ook geen auto. Hoe gaan we dat spellen op zijn baronies? Een auto. Een karretje. Nee, kan Raymond ook nog niet betalen. Hij moet. Je moet jongens, onder de 5 euro zijn, mis, jullie... dan kan ik het betalen. Een auto. Noto. Raymond, jouw auto die zou er nooit komen, maar is het antwoord goed? Het was eigenlijk wel een heel gemene vraag, want Mitch vroeg auto, maar nu staat er wagen. Dus helaas. Toch goed geprobeerd, goed gedaan. Ja, ik denk dat iedereen die hier staat er wel van houdt. Vooral ik, bier. Pientje, schrijf snel op. Een pier, een biertje. Een pilsje of? Mag maar één woord, hè? Eén woord. Oké, ze gaan voor het woord pilske. Ze gaan overduidelijk voor het woord pilske. Pilske, het drankje wat hier regelmatig bij Baronie TV genuttigd wordt. Oftewel, we hebben een hele studio, een hele grote ruimte, net zo groot als de studio ermee volstaan met pilske. Heel goed gedaan, jongens, een punt erbij. Baronie en Co zijn goed bezig, Raymond. Zeker. We zijn er bijna, maar het antwoord is, de vraag is, bijna. Hoe gaan we dat zeggen? Het was heel spannend op dit moment. Ze zijn nog volop aan het discussiëren om dat goed te hebben. En het mooiste is, een baronische taal, dat kun je nog heel veel doen. Dat kun je op heel veel manieren doen, zoals pilske, bier, pintje. En zeker als jij een vraag zo gemeen stelt, auto, wagen, ja dat... Dat is toch een twijfeldingetje. Ja, maar Raymond, armoede vond ik dat toch wel een heel mooi woord. Ja, ermoei, ik ken het probleem, ermoei. Oh, heb je het antwoord? Bekaand, Raymond. We zijn bekaand aan het einde, maar... Ja, we zijn bekaand aan het einde van de uitzending. En dat schrijf je dan zo, B-E-K-A-A-N-T. Ja, het antwoord is goed. Hebben jullie het goed gedaan? Baronie en Co. Het volgende woord heb ik net gedaan. Raymond die houdt er heel veel van om hem vast te houden. Banaan. Banaan. Het laatste woord, het is spannend. Doe dit goed, het zijn punten, extra punten. Extra gewoon één punt. Maar wel het laatste woord. De verloormanager loopt zich mee te bemoeien, hè? Ja, tuurlijk. Ik geef hem groot gelijk. Dat is Chris die even een goede spelling doorgeeft. Ja. Morgen komen onze chickies, hè? Morgen komen onze chickies inderdaad van de banaan. Raymond, laat het laatste woord maar zien. Hebben hun het goed gespeld? Het woord banaan moesten ze spellen. En dan schrijf je dan als volgt. Banaan. Niet banaan. Zoals je ziet, ze hebben het wel proberen goed te doen, maar ze hebben van de E een A gemaakt. En dat bijna is waar. Maar we gaan eerst naar Wendy met de Clinic Clowns.
Ja, welkom bij Nieuws op een Rijk. Het laatste nieuws vanuit de baronie hoor je hier. Zoals carnavalsvieders denken niet aan crisis. Zoals geld maakt niet gelukkig. Maar als ik huil, lig ik liever onder een villa dan onder een brug. Jongeren ook vaker kunnen makkelijker met drank omgaan. Gast, ik was niet zat. Je deed de iPhone in de blender en riep, ik heb zin in een Apple sap. En natuurlijk ook wat triester nieuws van Prins Friso. Die wordt nog een tijd in slaap gehouden. Nou, natuurlijk ook nog het weer. Het kan dooien. Wacht, het kan vriezen, het kan dooien. En als je op je bek gaat, dan zijn ze te laat met strooien. Natuurlijk ook nog gewoon blijven meetweeten via hashtag BaronieTV en De Kater komt later. En misschien morgen alle tweets in beeld. Maar tot zover nieuws op een rijke. Wij gaan over naar Raymond, want die staat op het podium. Ja, ik sta zeker klaar op het podium en de vereniging, nou ja, vereniging, onze eigen Baronie TV mensen, die staan helemaal klaar hier achter mij. En dat betekent dat wij het puntenaantal van jullie bekend gaan maken. Jongens, hoeveel punten denken jullie zelf gescoord te hebben? Vijf. Nee, bij jullie ging vooral het eerste spel heel erg goed, hè Wesley? Ja, dan hadden wij de twee, hè, bij de eerste ronde, of niet? Twee goed. Nee, bij het eerste spel hadden jullie heel veel punten goed, De tweede, net, dat kan met... De tweede was minder. De tweede was moeilijk, hè, met dat spel. Hè? Ja. Dat was leuk. Was wel leuk. Het was wel een grove aanslag op jullie totaal aantal punten. En wij doen het natuurlijk voor deze geweldige kater die je dinsdagavond kan winnen. Maar gaat deze kater aan jullie voorbij? Gaat die eeuwige roem aan jullie voorbij? We gaan het kijken. Het is afhankelijk van wat de mensen morgen gaan scoren. Maar ik kan melden dat jullie inmiddels 8 punten hebben gescoord. Best wel knap, want jullie konden er in totaal 18, mogelijk zeggen, 17. Dus meer dan de helft. Ontzettend goed. En ik wil ook wel even weten wat er op dit moment binnenkomt via hashtag BaronieTV en hashtag DKKL. Ja, Raymond, er komt heel veel binnen. Maar ook de poll. Ik ga zeker kijken naar De Kater komt later. Ja, die stond een tijdje geleden op de website. Ja, zo'n 2 maandjes geleden. Door Pepijn gedaan, die van Pepijn daar bedankt voor. Ja. In totaal heeft 82% van de kijkers op ja gestemd. We gaan kijken. En hoeveel keer heb jij op ja geklikt? 82%. Nou, goed voor 82%. Ik heb een klas een paar keer laten stemmen. Je hebt het een beetje beïnvloed, Mitch. Ja, jij hebt zeker op nee gedrukt.
Ik was die andere 20% die op nee had geklikt. Ik ga niet kijken. 18% op nee. En er komt ook een poll. Er staat al een poll op de website inmiddels. Baronie.tv. En stem daar ook even op. En doe dat vooral. En hopelijk positief voor ons. En de poll komt er dus aan. En hashtag BaronieTV, blijf dat via twitteren. En ben benieuwd wat er binnen is gekomen. Volgens mij niet zo heel erg veel. Nee, de eerste dag nog niet veel getwitterd. Maar ja, het is een nieuw programma. Mensen weten niet wat ze kunnen verwachten. Dus ik verwacht van jullie thuis die 82% vol op tweets morgen. Ja, precies. En twitter ook nu nog even na de uitzending. Want misschien was je wel heel gefascineerd aan het kijken wat je nog van ons programma vond. Doe dat. En ook morgen tijdens de uitzending kun je natuurlijk ook weer twitteren met hashtag BaronieTV. En hashtag DKKL. En Raymond, zullen wij nog even één keer DJ spelen? Ja, want net was hij zo goed. Ja, DJ Jos is in de house. Kom binnen! DJ Jos! Want hij gaat zo meteen weer een fantastisch nummer voor ons doen. Over 100 zijn... jaar. Ja. Hey. Wij willen graag afsluiten. Tot morgen. Tot 2 tot 3. Zelfde tijd, zelfde zender. Op een dag dan wordt ze lesbisch en dan ben je het kwijt. Dan maar met z'n drieën, je probeert het een keer. Gebruiken ze een Tarzan en niet jouw jonge heer. Wow, het zit wel vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen. Want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Ja, oh. Ja, oh. Je wilt wat plantjes stelen, trap de stroom stiekem af. Dan blijken het geraniums, dan krijg je de straf. Dan zit je in de baaiers, zo heet het als wat. Laat jij je zeepje vallen en je ster wordt een gat. Wow, het zit wel vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen. Want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Ja. Laat je verrassen door Jola-mode. Actueel en betaalbaar. Voor exclusieve keukens, badkamers en vloeren bent u bij familiebedrijf Johan Herijgers uit Rijsbergen aan het juiste adres. Wij kunnen maatwerk leveren vanuit ons eigen maatwerkatelier. Bij Johan Herijgers kunt u ook terecht voor tuinhuizen en veranders op maat. Zoekt u iets speciaals en exclusiefs, dan raden wij u aan eens een bezoek te brengen aan onze uitgebreide showroom. Johan Herijgers vindt u landelijk gelegen aan de Gelderdonkse straat 5 in Rijsbergen. Bij Herijgers vindt u alles onder. Laat je verrassen door Jola-mode. Actueel en betaalbaar. Voor exclusieve keukens, badkamers en vloeren bent u bij familiebedrijf Johan Herijgers uit Rijsbergen aan het juiste adres. Wij kunnen maatwerk leveren vanuit ons eigen maatwerkatelier. Bij Johan Herijgers kunt u ook terecht voor tuinhuizen en veranders op maat.
Zoekt u iets speciaals en exclusiefs? Dan raden wij u aan eens een bezoek te brengen aan onze uitgebreide showroom. Johan Reijgers vindt u landelijk gelegen aan de Gelderdonkse straat 5 in Rijsbergen. Bij Reijgers vindt u alles onder één dak. Of op internet reijgers.nl. Hey, wat doe jij nou hier? Daar zie je het toch, ik lig in een duik. Oh ja. Als je nou al heel de carnaval in een deuk ligt, dan wil je natuurlijk wel dat die eruit gehaald wordt door Perfecta. Perfecta, autoschade, perfect hersteld, dat is wat telt. Ik heb personeel nodig, personeel, personeel! Zoekt u personeel? Bel dan krachtig uitzenden 076 888 0830. Ook voor detachering en werving en selectie van personeel. Krachtiguitzenden.nl. Ook als je op zoek bent naar een baan. Hé, hey, Bianc, hier moet toch ergens een kousenwinkeltje zitten, hè? Kousenwinkeltje? Welk kousenwinkeltje? Ach, jij bedoelde Chambelle. Wat zei er nou? Ja, Chambelle. Kousenwinkeltje, zo heet dat. Kijk daar. Oh, wat goed voor jou, zeg. Chambelle, niet alleen voor kousen, maar ook voor ondermode. Als je naar een hele dag dweilen, dan eindelijk in uw nest ligt en het plafond begint te draaien, dan kan het wat beter eend van Bunke van den Broek zijn.